Zo. Alles weer ingesteld. Wat ik nou toch in mijn auto krijg. Dat is wat hoor. Dat is een mooi stel bij elkaar. De coach van het vijfde. De aanstaande kampioen. Ja, echt een sterrenteam. Een sterrenensemble. Maar die zijn natuurlijk wel afhankelijk van die coach. En daar staan ze. Op het parkeerterrein van DVS. Kijk jongens. Daar heb je ze. Hey boys. Goedemorgen. Tinus, hi. Goedemorgen. Hey coach. Goedemorgen. Robert, Richard, ouwe reuzen. Ja. Hè? De sterren van wel hier. Maar nog steeds zijn het sterren, of niet Tinus? Dat zijn ze zeker. Hè? Onder leiding van? Martijn van Panhuis. Martijn van Panhuis. Juist. Alias Tinus. Alias Tinus. Tinus of Tinas? Tinus. Tinus. Tinus, hè? Ja, okay. Ja, Boedapest noemen ze hem Tinus. Maar het verhaal vertellen we later wel van de helft van die keer. Heel goed. Of Dinos. Dinos, ook goed. Maar alle respect, Tinus. Want hoe hou je zo'n zootje bij elkaar, joh? Ja, dat is heel lastig. Die jongens, die hebben het wel lastig met discipline in het elftal. Ja? Discipline, hè? Kennen ze dat woord überhaupt wel? De meeste niet. Nee. Maar in de zin van, dan hoe bedoel je? Ja, je moet niet alles over één kant zeggen, Tinus, hè? Makkelijk afzeggen, niet luisteren naar de coach. Oh god, echt? Ja. En dan ondanks dat toch resultaten boeken? Ja, dat wel. Misschien is dat wel het geheim, Tinus, of niet? Dat zou het geheim kunnen zijn. Dat ze niet naar je luisteren. Tinus, je hebt wel goed materiaal, hè? Nee, dat wel. Ja, wees eerlijk. Wees eerlijk. Zeker. Ja, neem me niet kwalijk. Hierachter zitten gewoon twee oud eerste elftal spelers. Daar gaan we de hit. Die laten we gewoon gaan. Dat is ook een DVS, hè? Arthur Broekstra. Ja, die heeft natuurlijk weer allerlei vragen over Maurice en zo, weet je wel. Ja. Edmund is dat al zeker, Tinus? Zo goed als zeker. Oh, en moet hij daar nog zijn handtekening ook voor zetten of niet? Dat laat ik aan Richard over. Ja? Waarom aan mij dan? Jij bent voor de handtekening. Oh, ik ben TC. Hij is toch uitgestapt? Ja, volgens mij ben je weer ingestapt, Richard. Oh, oké. Ja, zeker. Hé, hey, het moet mij neer. En Ali El Haddadi ook al, of niet? Dat niet. Nee? Nee. Oh. Voorin hebben we een hele goede bezetting al, Piet. Ja, precies. Dus Wilco Pul, met name ook snelheid. Ook super, onbevangen. Supersnel, ja. Onze topscorer. Ja, wie is Wilco de topscorer? Ja, ja, die is topscorer. Ja, ja. Hij is rechterspits, of niet? Ja. Nog steeds? Nog steeds. Wat voor systeem spelen wij eigenlijk, Tinus? Ja, 4-4-2 spelen wij. 4-4-2. Lekker. Lekker compact. Beetje op het middenveld. Ja. Ja, heel goed. Ja, we hebben maar één loper op het middenveld. Ja, ja. Dus Gea van der Kamp. Ja. Richard speelt altijd in de cirkel. Ja. Dat klopt. Spelverdeler, hè? Spelverdeler. Stap je links en stap je rechts, meer dan voldoende. En nog steeds knijterhard trainen die jongens ook niet. Nee, of dat niet? Helaas niet meer. Nee? Nou, wel Piet, moet ik even alleen, inhaken. Alleen op de vrijdag en de zaterdag. Wij trainen twee keer in de week, dus de vrijdagavond en zaterdagavond. Ja. En dat gaat ons goed af, moet ik zeggen. Ja. Dat teren we eigenlijk de hele week op. Ja. En dan moet je de hele week weer van herstellen natuurlijk. Absoluut. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Dat precies. We worden ook wat ouder. We worden ook wel ouder, hoor ik net. Hey, is het ook een beetje een leuke competitie waar jullie in zitten? Komen nog wel eens oude coryfeeën van andere elftallen tegen, Richard? Of niet? In ieder geval wat wij spelen niet echt. Nee. Niet ex-eerste elftal spelers van SSC of Sparta Nijkerk of zo, die komen niet tegen? Nee, omdat we nu iets lager spelen. Ja. We waren vorig jaar kampioen geworden in de derde klasse. Ja. Omdat het vijfde er tussenuit was gestapt, heeft de KNVB ons naar de vierde klasse gezet. Ja. Moesten opschuiven van DVS. Ja. En nu zitten we in de vierde klasse. Ja. Dus is het eigenlijk logisch, hè? Ja. Dat je bovenin. Dat zeker. Dat je gewoon eerste staat. Het is niet meer onze plicht, absoluut. Ja. Ja. Ja, precies. Gauw dit seizoen afmaken en weer vooruitkijken. Maar het voordeel is, alles is mooi dichtbij. Dus, En volgend jaar, dan
wordt de training weer ingezet? Ja, dan wil ik wel weer dat die jongens gaan trainen. Ja. Maar kom je zelf ook dan, Tinus? Ik kom zelf ook. Ja, dat bedoel ik. Jij geeft die, verzorgt die trainingen natuurlijk. Nee, dat doet Ricardo van der Pol. Oh, Ricardo, ja, die kan dat natuurlijk. Ja. Maar goed, we hebben voor de winst nog best veel getraind. Nou, we zijn het seizoen heel goed begonnen eigenlijk met trainen. Ja. 6 keer en toen weken niet eigenlijk. Ja. Toen kwam eigenlijk de winterstop in zicht. En toen hebben we eigenlijk nog een poging gedaan om een paar keer te trainen. Maar dit jaar is er niks meer van gekomen tot op heden. Nou, het gaat zonder trainen natuurlijk ook super makkelijk, of niet? Ja, ja. Kijk, vorig jaar werd je kampioen in de derde klasse, daar hebben we helemaal niet getraind. Dus. Ja. Hey. Ik zei dat in deze klasse wel doen. Ja, ja. En jullie staan 10 punten voor, of niet? Dat klopt, ja. Vanmiddag tegen Sparta Nijkerk? Klopt. Als deze uitzending gemaakt wordt, dan is het misschien al zover. Heb je alle platte kar geregeld? Daar hebben we nog niet helemaal aan geregeld. Nee. Nou, ik zal het even op inhaken. Gisteravond toevallig heb ik contact gehad met Alex van der Brink. Ja. Of tenminste, Rashid heeft dat op zich genomen. Die heeft gisteravond contact gehad met Alex van der Brink. Ja. En de kar is beschikbaar of voor 20 april, zou het kunnen, anders 4 mei. Ja. De kampioenschuts liggen ook al klaar overigens, die zijn ook al gedrukt. Dus op de achtergrond wordt Tinus wel geassisteerd hoor. Ja, ja. Dus, hey, 20 april zou mooi zijn, eerste thuis tegen Ajax. Klopt. En dan, putten uit. En jullie putten uit? Zo met elkaar daar naartoe, dat zou mooi zijn. Veel toeters en bellen natuurlijk. Regel jij de toeters? De toeters laat je aan Ralf van den Berg over. Ja, Ralf kan dat wel hè? Ja. Ja. Ik zag jullie laatst ook nog op Facebook, mooi toespraakje van Paul, dacht ik. Ja. Dat is ook wel een van onze artiesten hoor. Maar dat, dat was wel een gangmaker ook hoor. Wat had hij, verrotte eieren of zo, of niet? Nee, hij had netjes eitjes gekookt. Hij had eitjes gekookt? Ja. Netjes geel zwart gemaakt. Ja. Geschilderd. Ja, hij is druk met 3 kinderen, maar waar hij de tijd vandaan haalt, ik durf het niet te zeggen, maar... Ja, maar zo'n testosteronbom, dat is natuurlijk aan jullie wel besteed, of niet? Dat zeker. We hebben er meer in de helft al op. Dat is het team is de boel bij elkaar houden. Ja, dat zou ik eerlijk, Piet. Ik heb echt nog nooit zo'n trainer meegemaakt. Ja, Tinus, het is jouw tweede jaar, of niet? Ja, dat klopt. En succesvol. Dat ook. Ja, mooi. We zijn echt blij dat we hem toen de tijd hebben binnen kunnen halen. Zeg maar. Ja, precies. Van Kroon, die stopte ermee. En we hebben echt wel wat binnen kunnen halen hoor, op de transfermarkt. Ja. En snel toegeslagen. Heel snel toegeslagen. Er waren meerdere kamers op de kust, meerdere elftallen.